kunnen winnen. Als corona tenminste geen roet in het eten had gegooid. Everything comes down to this moment. Vandaag had het de dag moeten zijn van baanwielrenners Jeffrey Hoogeland, Harry Lavrijsen en Roy van den Berg. Ze lagen al flink op koers, want begin dit jaar verpulverden ze in een WK-finale het wereldrecord. Nederland ruim 2 jaar ongeslagen op dit onderdeel. De laatste 2 jaar wereldkampioen inzet. Prolongatie van de wereldtitel. De start van den Berg, dan Lavrijsen en dan Jeff Hoogeland, de derde man. Dan kijken we toch stiekem een beetje naar de klok. Kunnen we uitkomen? Weer kan dit trio, weergaloze trio, uitkomen op weer een wereldrecord. 28-9-9 zitten ze maar een fractie. En dan heb ik het over 100ste boven het wereldrecord. En nu Jeff Hoogland, 12-3 reed hij. Komt hij uit op 41-2-2-5. Weer een wereldrecord. Onwaarschijnlijk. 41-2-2-5. Wat een avond in Berlijn. Jeffrey Hoogland, dat was begin dit jaar. Kunnen jullie überhaupt nog harder? Ja. Het kan nog harder dan die 225. Ja, zeker. We hebben elk jaar hebben we onszelf nog verbeterd. En dat zijn we nog steeds van plan door te zetten eigenlijk. Ja. Alleen ja, er kwam inderdaad iets heel groots tussen. Roy van den Berg, welkom. En neem ons eens mee naar zo'n wedstrijddag. Hè, als je nu niet hier had gezeten, dan was het een wedstrijddag geweest. De wekker gaat en dan? Oh. Dan ga ik direct naar bed, eventjes een beetje rekken. Altijd standaard. Dan ga ik in een heet badje zitten. Even ontspannen. Dan zeg ik een rustig muziekje aan. Loop ik naar. Echt? Ja. Lekker chill. Dat is wel fijn hoor. Je moet altijd rustig beginnen. Ja. En goed eten. Ja, dat is een interessante. Want wat eet jij? Goh, ja, 100 gram Brinta met een schep proteïne. Dat is eigenlijk een standaard ontbijtje. Oké, de verkoopcijfers van bewuste merk gaan nu omhoog. Mijn moeder eet dat ook nog steeds. Die is er toch al 85 mee geworden. Goh. Maar dat is echt een goed ontbijt. Ja, dat is voor mij werkt dat prima. Goede energieafgifte. Dus ja, dat is wel top. Goed. En dan ga je naar de baan voor de warming-up. Hoe ziet dat eruit? Ah. Dan begin ik weer met rekken. Ik heb altijd mijn stand. Ik wil altijd zo soepel mogelijk blijven. Dan begin ik wel met spanning op mijn spieren te zetten met een elastiek en uitvalspassen en wat sprongetjes. Wat op de rollen fietsen, wat startjes buiten. Want dat mag op die dag niet op de wielenbaan zelf, omdat de wedstrijden bezig zijn. Dus dan gaat er altijd iemand mee van de staf. Een paar startjes en nog wat op de roller. En dan, dat is dit, hè? De rollerbaan. Dit is de rollerbaan, ja. Yes. Harry Lavrijsen, ja, ik heb begrepen dat jij heel veel dubbele espresso's wegtikt op zo'n dag. Ja, die gaan er dan wel in. Ja. Dat is echt zo, hè? Klinkt niet gezond, hoor. Ja, je wil toch cafeïne in je hebben. En op zo'n dag ga ik daar wel lekker op. Dat vind ik heel prettig. Ze hebben ook pilletjes, hè? Die hebben ze ook in pilvorm. Ja, die slikken we daar nog eens bij. Ook? Ja. Ja. Dus je gaat gewoon, jij doet zo'n wedstrijd op cafeïne? Dat zou ik niet willen zeggen, maar... Want dat is ook de enige reden waarom ik nu nog wakker ben. Dat is een goede methode. Ja, nee, het is volgens mij een bewezen hulpmiddel. Want je hartslag gaat sneller, ik denk niet cellen scherp zijn. Ik durf niet precies te zeggen. Maar doen jullie dat allemaal, die dubbele espresso's? Ik ook zeker. Ja? Ja? Een lekker bakje gaat er wel in, ja. Ja. Je hebt het toch op de wedstrijd dat je dan net wat scherper bent, zeg maar. En als je het nog niet hebt voor de wedstrijd, want heel vaak gaat het automatisch. Ja. Maar dan is het wel heel prettig. Ja. Jeffrey, we hebben het over rituelen. Heb jij ze nog? Nee, ik heb vrijwel alles afgeleerd, denk ik. Je had ze wel, maar je hebt ze niet meer. Ik merkte vanuit vroeger dat je... We komen eigenlijk allemaal uit de BMX. En daar had ik ook wel eens wat dingetjes. Of een bepaald hemd aan. Of BMX bepaald is voor de mensen die het niet weten, dat is dat crossfietsen. Ja, ja. Zei hij als een... Uiteindelijk... uiteindelijk naar de baan overgestapt. En daar begin je ook met van die dingen van... Je hebt fijne sokken. En op een gegeven moment, als je dan die sokken niet aan kan, dan krijg je er last van. Dus ik heb zoveel mogelijk alles afgeleerd. Je hebt wel natuurlijk protocollen of structuur voor jezelf. Hoe je naar de stad bijvoorbeeld gaat. Hoe je naar de ready area. Hoe dan? Je weet precies hoe laat je op de rollen stapt. Hoe laat je je benen zwaait. Hoe laat je je benen op spanning zet. Hoe laat je een stadje buiten doet. Wanneer je pak aantrekt. Dat weet je allemaal van tevoren. Hoeveel tijd je daarvoor wil hebben. Maar dat is niet echt iets waar ik waarde aan hecht. Als die volgorde verkeerd om is of iets dergelijks. Puur om rust te hebben. Geen bijgeloof. En muziek, dat... speelt dat nog een rol?
Harry, jij hebt geloof ik juist geen muziek, hè? Nee, klopt. Ik denk dat Roy en Jeffrey allebei wel vaak muziek in hebben. Maar ik wil juist, als ik bij een baanwedstrijd ben... alle rijders zijn altijd op het middenterrein. En ik wil juist die wedstrijdspanning wil ik proeven, zeg maar. Ik wil op het middenterrein zijn. En ik heb wel het gevoel, als ik dan mijn oortje in doe... dat ik me afsluit daarvan en dat ik dan even ergens anders ben. En dat vind ik juist niet prettig. Ik wil echt op een moment daar zijn en ik wil dat meekrijgen. Dat is voor mijn eigen spanning heel belangrijk. Als we nou naar zo'n wedstrijd zelf toe gaan... Roy, jij bent de starter. Wat is de rol van de starter? Ja, ik moet explosief, zo explosief mogelijk zijn. En de nummer twee, Harry, met een zo hoog mogelijke topsnelheid afleveren. Dus met een afleveren. Ja. Nou, ik moet me zo voorstellen, jullie fietsen met z'n drieën achter elkaar. Ja. Jij doet één ronde, ja. Dan gaat iemand anders op kop. Die doet dan de tweede ronde en jij doet dan de derde ronde. Zo precies dat, ja. En jij moet gewoon als eerste... Als eerste inderdaad. Met, ja, precies. Exploderen. En het is best wel een risky iets. Want uit de startmachine moet je natuurlijk ook precies op tijd weg zijn. Niet te vroeg, niet te laat. Want dan laat je tijd liggen. Of je haakt in de startmachine. Dus het is best wel een serieus job. En, best wel een serieus job, ja. Understatement. En de goede afwisseling, dat hebben we ook. We zitten dus met drie man achter elkaar. Ik stuur op het laatste stuk stuur ik omhoog, waardoor Harry een goede aflossing heeft. Dan zorgen we dus ook dat hij de koppositie pakt. En in feite, zijn rondje moet zo snel mogelijk, dus die wissel moet perfect zijn. Dus dat moet een paar centimeter tussen mijn voorwiel en zijn voorwiel zijn. En zo moet je op elkaar inspelen en dat lukt aardig de laatste jaren. Ja, en dat is ook te danken aan jullie... het is een beetje raar dat ik dat nu zeg, maar aan jullie benen. Dat is namelijk vrij essentieel. Die zien we nu niet, want ze zitten onder de tafel. Maar die benen, daar is wel het een en ander over te zeggen. De Beast is mijn bijnaam. Komt ook door mijn benen, ja. Aardig groot. En met het WK hier 2 jaar terug in Apeldoorn is dat opgemeten. En dat was 75 centimeter. En dat... Ja, is een aardig stukje. Als we het aanspannen, zie je het hier staan. Zo. Dat is wel grappig. Ja, met broeken kopen is het altijd wel een beetje lastig. In Apeldoorn hier zit er een winkel die... En ik noem het altijd dikke mensenbroeken. En die maken het dan op maat voor me. Dus dat, ik heb met dat opzicht er wel een beetje een nadeel ervan. Ja, Roy. Allemaal eigenlijk, ja. die dikke mensenbroeken. Ja, ik noem het vooral stretchbroeken. Ja, tegenwoordig stretchbroeken. Maar Roy heeft echt de dikste bovenbenen. Nog steeds? Of is het nu een beetje aan het afkalven? Ja, omdat jullie nu niet zo hard aan het trainen zijn. Nee, dat wordt juist wat dikker dan, hè? Nou, wordt het vet in plaats van spieren. Ja, oh. Nee, we zijn allemaal nog hartstikke scherp. En, ja? Jawel. Het zou niet goed zijn als we nu spierverliezen in deze periode. Het is wel, de focus ligt eraf, maar... Dat betekent juist dat je harder traint. Want richting wedstrijden ga je veel meer richting kwaliteit en minder volume. En dan, wat Roy zegt, zou het eigenlijk kunnen zijn dat misschien dan wel iets slinkt. En nu ben je ze juist aan het trainen, waardoor ze en op spanning en vol zitten. En ja, dat uiteindelijk, we hebben de dikke benen hebben we nodig, maar daar gaan we eigenlijk niet voor. Dat is denk ik. Nee, het is een bijkomstigheid voor de prestatie die we moeten leveren... en voor het startschot die we moeten kunnen leveren op de pedalen. Bedoel, we trappen tegen de 2600 watt... en we moeten allemaal boven de 200 kilo kunnen squatten ruim... om daar weg te komen überhaupt toe te verzetten. Ja. Even naar die wedstrijd weer. Jij bent gestart. Het is eigenlijk gewoon wat jullie doen. Het is eigenlijk een soort van fietsdans. Want het moet allemaal precies kloppen om beter te zijn dan anderen. Jij bent de nummer 2. Ja. Wat maakt een goede nummer 2? Ik denk dat mijn specialiteit is echt het zittend doorversnellen. Dus, zittend doorversnellen? Ja, want Gooi die start het teamsprint. Die zet ons denk ik af met ongeveer 70 km per uur. En wat ik dan juist doe, is het eigenlijk van 70 nog naar 80 toe brengen. En ik rijd dan eigenlijk zo snel mogelijk mijn ronde. En wat daar heel belangrijk voor is dat ik moet goed meestarten. Want ik en Jeffrey zitten op een zwaarder verzet dan de starter. Dus Roy komt in principe de eerste paar meters iets makkelijker weg. Maar ik wil ook juist een mooi gat hebben. Want ik wil juist in die laatste 50 meter... wil ik eigenlijk in de slipstream van Roy wil ik naar hem toe kunnen rijden. Mm-hmm. Dat op het moment als Roy afstuurt... dan is zijn snelheid lager dan mijn snelheid. Dus ik win zeg maar snelheid, terwijl ik nog achter hem moet blijven. En op het moment dat ik dan mijn eigen ronde inga, kan ik al een hogere snelheid hebben.
En dan is het jouw beurt, Jeffrey. Dan moet jij het even afmaken. Dat klinkt aardig simpel. Even afmaken. Ik zit dan nog weer een paar tanden groter dan bijvoorbeeld de Harry. Dus dat bouwt zich ook op. De stad moet snel werken. Moet snel zijn rondje. En daar zit natuurlijk ook steeds een fiets tussen. En dat is ongeveer een tiende. Dus daar kun je weer iets groter steken. En dat alles eigenlijk voor uit die 80 km per uur ook op die snelheid te komen. Daar comfortabel te kunnen zitten met mijn omwentelingen. En eigenlijk, vanaf het moment dat ik aan de beurt kom, is het eigenlijk nog zo hoog mogelijke snelheid meenemen in Harry. En als hij aan de kant is, ja, dan hebben we de topsnelheid hebben we in principe al gehaald. En dan speelt, zeg maar, de verzuring begint een rol te spelen en dergelijke. Dus dat is voor mij een rondje afzien. Nadat ik eerst zo klein mogelijk achter Harry probeer te zitten, adem te halen. Maar zodra ik aan de beurt ben, is het gewoon een zaak dat ik niet meer stilval. Of zo min mogelijk stilval. Er is eigenlijk bijna niks meer aan te doen dat je niet stilvalt. Maar dat moet ik zo goed mogelijk door kunnen blijven trekken. En nu kunnen jullie er alleen maar over praten, het niet doen. Nu moet dat een jaar, hè, die fantastische prestatie die je moet leveren, moet nu even gewoon een jaar opgeschoven worden. Hoe ga je daar mentaal mee om? Ja, dat was lastig. Ja, was lastig of is nog lastig? Ja, dat was lastig. Maar wat ga je het komend jaar doen? Hard trainen. Weer een nieuwe een stap jaar zetten. Lang trainen, want er zijn waarschijnlijk ook weinig wedstrijden en zo. Ja, dat is wel zuur. Ja, want dan moet hoe laat je je daar dan voor op? Ik denk juist dat we dit jaar moeten we gebruiken. We moeten gaan trainen juist. Ja, je hebt het omgezet, hè? Ja, ik ben nog jong, dus ik heb het misschien het makkelijkst te praten. Maar, vergeleken met de oudjes, begrijp je? Ja, ik wil niet zeggen dat we oud zijn, maar ja. Alleen dat jij jong bent. Tot nu toe in mijn carrière heb ik me nog elk jaar verbeterd. Ja. Ik zie nu eigenlijk geen enkele reden waarom ik me niet nog een jaar zou verbeteren. Maar het is natuurlijk op het moment dat die Olympische Spelen niet meer doorgaat, die details loslaten. Want je kunt niet die Olympische focus kun je niet vasthouden een jaar lang. Jullie zijn in zo'n flow natuurlijk. Ja. Ja. Weet je, dus dat wereldrecord pakken, dan zit je in zo'n... Ja, dat is klopt. Ja. Ik zag het echt als werk. En dat klinkt heel gek. Maar normaal gesproken heb ik 's ochtends vroeg mijn badje en weet ik van wat, hoe ik me zeg maar helemaal netjes voorbereid. Ja, met papa en zo. Nu was het inderdaad van 8:55 de deur uit, 9:00 op de baan. En lekker mijn warming-upje doen, mijn training afwerken en direct weer naar huis. En dat is normaal veel serieuzer. Dan focus je echt op elk detail wat goed moet zijn. En nu is het een beetje je training doen en wegwezen. Dus daar zit wel verschil in qua focus, ja. Ja. Ik wens jullie heel veel sterkte dit jaar doorkomen. En gewoon heel veel succes volgend jaar. Nu al. Dank voor jullie komst. Ja, dank je wel. Wij gaan zo praten met Inge de Bruin, Raymond Sluiter, Roxane Kneteman en Barbara Barend. Over